Zeer gewaardeerde gasten, collega's, studenten, vrienden en bekenden, waaronder al degenen die al een hele dag bij elkaar zijn geweest vanaf 10 uur vanochtend in het Paushuis om te praten met elkaar over de rechtsstaat, in een boeiend symposium georganiseerd door het Montaigne Instituut. Mijn naam is Sein Kummeling en ik mag de rector magnificus zijn van deze magnifieke universiteit. En het is mij een grote eer om u welkom te heten bij deze bijzondere academische plechtigheid. U bevindt zich ook op een bijzondere plek. Hier, op deze plek, werd in 1579 de Unie van Utrecht gesloten. De geboorteakte, zo niet de eerste constitutie van de Nederlandse staat. En de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse staat begint dus niet in Den Haag, en zeker niet in Amsterdam, maar hier in Utrecht. En hoe treffend is het dan dat deze middag op deze plaats de kersverse hoogleraar staatsrecht professor Jurgen Goossens zijn inaugurale reden zal houden. Professor Goossens is zijn wetenschappelijke carrière begonnen aan de Universiteit van Gent. Hij heeft daar gestudeerd en is daar ook gepromoveerd. Hij heeft gewerkt in de Verenigde Staten, is universitair docent geweest in Rotterdam en universitair hoofddocent aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft zich leren kennen als een uitstekend onderzoeker die zijn expertise op het gebied van het nationale recht verbindt met kennis en inzicht in brede internationale netwerken. Hij weet zeer interessante combinaties te ontwikkelen tussen het recht en andere disciplines. En dat past natuurlijk helemaal mooi bij het Utrechtse onderzoeksprofiel, dat van multidisciplinariteit, interdisciplinariteit en zelfs op onderdelen transdisciplinariteit. Hij is ook nog eens een begenadigde docent. Hij heeft een aantal docentprijzen in de wacht gesleept. En ik heb hem een paar keer zien optreden, ook ten overstaan van het college van bestuur, en gefascineerd gekeken hoe hij met zijn enthousiasme, zijn enorme spreektempo en ook een boeiende inhoud mensen weet te begeesteren. Hij loopt ook niet weg van organisatorische en bestuurlijke verantwoordelijkheden. Getuige ook het feit dat hij vrijwel meteen voorzitter is geworden van de afdeling staatsrecht, bestuursrecht en rechtstheorie. U kunt zich dus voorstellen dat we als Universiteit Utrecht enthousiast zijn over zijn benoeming op deze leerstoel. En er zijn dan ook hoge verwachtingen. Die verwachtingen worden nog eens verder opgeschroefd als men zich realiseert dat er in het verre verleden wel vaker staatsrechtgeleerden uit Gent naar de noordelijke Nederlanden zijn getrokken. Eén daarvan heeft ons zelfs de nieuwe grondwet van 1848 bezorgd. Een grondwet die op hoofdlijnen nog steeds van kracht is. De verwachtingen zijn dus hoog. En een deel van die verwachtingen worden zo dadelijk ingelost, althans dat hoop ik, door het uitspreken van een oratie. En die heeft als titel De terugkeer van het staatsrecht. Was het ooit weg dan? Vragen zich vast sommigen af. Zeker de huidige en voormalige leerstoelhouder staatsrecht. We gaan het horen. En dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Goossens. Mijnheer de rector magnificus, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Hoe heeft het zo ver kunnen komen dat het ongekend onrecht van de kinderopvangtoeslagenaffaire zich jarenlang heeft voltrokken onder het toeziend oog van parlement, regering, belastingdienst en rechter? Allemaal cruciale actoren, overheidsactoren, die zelf rechtmatig en behoorlijk moeten optreden en die elkaar macht en tegenmacht bieden, een systeem van checks en balances. Na het aftreden van de regering omwille van deze toeslagenaffaire kwam Herman Tjenk Willink in zijn eindverslag als informateur tot de volgende vaststelling. Het functioneren van de overheid zelf heeft de democratische rechtsstaat aangetast. De overheid was een bedrijf dat goed gemanaged moest worden, met de burger als klant en als kostenpost. Niet alleen Kamer en kabinet moeten zich die gevolgen aantrekken, maar ook instituties zoals de hoge colleges van staat moeten zich afvragen of ze wel voldoende tegengewicht hebben geboden tegen de aantasting van de democratische rechtsorde. Verwondert het u in het licht van voorgaande dat eind vorig jaar slechts 21% van de Nederlandse burgers vanaf 15 jaar vertrouwen had in politici? Dat slechts 25% van de burgers in Nederland vertrouwen had in de door hen rechtstreeks verkozen Tweede Kamer?
Het vertrouwen in rechters, politie en gezondheidszorg uit hetzelfde onderzoek bleek gelukkig veel hoger, 80%. Desondanks moet de terugval de voorbije jaren van het vertrouwen in politieke instituties, zoals de Tweede Kamer en de regering, ons zorgen baren. Gelet op hun cruciale rol. Vertrouwen, een groot woord. Het is zinvol om vertrouwen te benaderen als een relationeel concept. In de democratische rechtsstaat vergt het vertrouwen van de burger in de overheid ook een overheid die zelf uitgaat van vertrouwen in de burger. Met betrekking tot deze wederzijdse relationele vertrouwensrelatie waarschuwde toenmalig nationaal ombudsman Alex Brenninkmeijer zo'n 10 jaar geleden al het volgende. Met een uitdijend woud van soms tegenstrijdige regels wil de overheid grip krijgen op zo'n beetje alles. Wantrouwen is daarbij het uitgangspunt. Terwijl de meeste mensen deugen. De goede verbinding tussen overheid en burger raakt zoek, 10 jaar geleden. Doet al het voorgaande u wat, als jurist, als mens, als burger? Mij in elk geval wel. Zeker met de verstrekkende gevolgen die het overheidsoptreden kan hebben op ons leven. En zeker ook nu, meer dan ooit, met de enorme maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. En in die rechtsstaat is geen betrouwbaar overheidsoptreden mogelijk als de burgers er niet op kunnen vertrouwen dat belangrijke rechtsstatelijke waarden zoals legaliteit, rechtsgelijkheid, behoorlijk bestuur en rechtsbescherming altijd voorop staan. In deze oratie zal ik daarom ingaan op de wortels van de huidige vertrouwenscrisis tussen burger en overheid. Een crisis die voor een deel verklaard kan worden door evoluties in de organisatie en de werking van de overheid zelf. Ik geloof dat daarbij, vanuit het vakgebied van mijn leerstoel, het staatsrecht, een pad getekend kan worden. Een pad naar oplossingen met relatief eenvoudige wegwijzers. Maar vooraleer we samen op pad gaan en daar samen werk van maken om die vertrouwensrelatie opnieuw op te bouwen, moeten we het bos door de bomen kunnen zien. En vooraleer we het woud van de complexe overheid straks induiken, is het nuttig om even stil te staan bij wat kan het staatsrecht bieden. Wat zijn de functies van het staatsrecht? Traditioneel worden er 3 functies toebedeeld aan het staatsrecht. 1. Constitueren, het in het leven roepen van ambten. 2. Attribueren, die ambten bevoegdheden geven. Regelgevende bevoegdheden, bestuurlijke bevoegdheden, zodat ze kunnen optreden op basis van een publiekrechtelijke grondslag. En vervolgens ook de regulerende of de waarborgende functie, namelijk de bescherming van burgers tegen machtsuitoefening door de overheid, door het normeren van dat publieke gezag, het reguleren van dat publieke gezag. Met betrekking tot deze laatste regulerende of waarborgende functie is uit de toeslagenaffaire op pijnlijke wijze gebleven dat dit niet een automatisch gegeven is. Geregeld wordt het staatsrecht ook nog een 4e functie toebedeeld, de legitimerende functie, die gedefinieerd kan worden als het bijdragen aan de aanvaarding van en het vertrouwen van burgers in het optreden van de overheid. Het bijdragen aan de legitimering van die overheid. In zijn handboek Constitutioneel Recht gaf Tijn Kortman aan dat legitimatie geen juridisch, maar eerder een psychologisch verschijnsel is. Het staatsrecht heeft, aldus Kortman, geen legitimerende functie, maar heeft enkel een legitimerend effect. Onder meer door de positivering van bepaalde belangrijke publieke waarden, de opname ervan in dat recht. Zelf treed ik graag Hansco Broeksteeg bij, waar hij aangeeft dat legitimeren misschien niet gaat om een zuiver juridische functie van het staatsrecht, maar zeker wel een maatschappelijk relevante functie van het staatsrecht. De inhoud van het recht, het staatsrecht, en de uitwerking ervan in de organisatie en de werking van de overheid hebben immers een heel belangrijke rol op het vertrouwen van die burger in dat recht en in de machtsuitoefening die een grondslag moet hebben in dat recht en waarbij het recht die machtsuitoefening begrenst, normeert en reguleert. De legitimerende functie van het staatsrecht hangt dus nauw samen met de voorgaande 3 functies en zeker ook de regulerende en waarborgende functie.
Maar door allerlei ontwikkelingen staat de legitimerende functie van het staatsrecht, maar zeker ook de legitimiteit van overheidsoptreden, onder druk. Dit doet de terechte vraag rijzen of het staatsrecht er wel in slaagt om in de complexe maatschappij en in de complexe rechtsorde ook haar vierde functie, de legitimerende functie, afdoende te verwezenlijken. En als dat niet zo is, hoe ze dat dan wel beter zou kunnen doen. En dat is van belang, want de huidige vertrouwenscrisis is problematisch, gezien de grote maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. De desastreuze gevolgen van een klimaatcrisis, gevolgen van een migratiecrisis, energiecrisis, de groeiende vermogensongelijkheid in onze samenleving, ook in Nederland. En daarnaast is die legitimering van het overheidsoptreden ook cruciaal, omdat dat overheidsoptreden zeer ingrijpend kan ingrijpen in het leven van de burger. Het is de overheid die bepaalt wie toegang tot het land wordt verleend. En de overheid kan een burger letterlijk van diens vrijheid beroven. De overheid kent u een kinderopvangtoeslag toe of kan onrechtmatig verkregen toeslagen terugvorderen, zelfs als een gezin daardoor dreigt geconfronteerd te worden met een kind dat in een pleeggezin dreigt geplaatst te worden. De laatste jaren was er een snelle opeenvolging van grote transformaties en crises die nopen tot effectief, maar vooral ook betrouwbaar overheidsoptreden, terwijl er net nu een vertrouwenscrisis heerst. Daarom exploreer ik in deze oratie hoe de legitimering van overheidsoptreden onder druk is komen te staan en hoe het staatsrecht kan bijdragen aan het herwinnen van het vertrouwen in overheid en overheidsoptreden. Ik ben er mij terdege van bewust dat de oorzaken van deze vertrouwenscrisis veelzijdig zijn. Ik focus mij in deze reden daarom ook op drie fundamentele evoluties die de organisatie en het functioneren van de overheid de voorbije decennia hebben ondergaan. En ik focus hierbij op het openbaar bestuur, niet op de wetgever noch de rechter, hoewel ze wel een deel van het verhaal zullen uitmaken. Maar ik focus op het openbaar bestuur, aangezien het bestuur in publiekrechtelijke rechtsbetrekkingen algemene regels toepast op concrete situaties via het nemen van heel veel besluiten. En met die besluiten bepaalt zij op directe wijze de rechtspositie van die burger. En daardoor staat zij ook in een heel nauwe relatie en in een heel nauw contact met die burger. En het optreden van het bestuur heeft dan ook ongetwijfeld een impact op de vertrouwensrelatie tussen burger en overheid. Eén, ten eerste zal ik ingaan op de terugtred van de wetgever en de opkomst daardoor van een administrative state. Ten tweede zal ik stilstaan bij paradigmaverschuivingen in de organisatie van het openbaar bestuur en de veranderingen die dat met zich heeft meegebracht in de relatie tussen het bestuur en het recht, het staatsrecht. En ten derde zal ik aandacht besteden, we kunnen niet anders meer, anno 2023, aan de impact van de sterk toegenomen digitalisering. Hoe heeft het zover kunnen komen? We beginnen met de opkomst van de administrative state. En ik laat daarbij nu ook graag eerst het staatsrecht aan het woord. Mijn analyse is vooral gebaseerd op heel belangrijk werk dat sommigen hier aanwezig al hebben verricht. Ik ben ook heel blij dat jullie hier aanwezig zijn. Het is duidelijk dat de democratische rechtsstaat de dag van vandaag enkele fundamentele beginselen kent. Het democratiebeginsel, machtsverdeling, onafhankelijke rechterlijke controle, het legaliteitsbeginsel en het waarborgen van grondrechten, om er maar vijf belangrijke te noemen. En deze beginselen zorgen er samen met de betrokken actoren voor, op basis van een democratisch proces, dat wetgeving, beleid en behoorlijk bestuur ontstaan, evenals rechtsbescherming. En ik laat mij hierbij heel graag inspireren op de door Ernst Isbalin geïntroduceerde constitutionele levenscirkel. Wat gebeurt er? Burgers verkiezen hun volksvertegenwoordigers in het parlement. En het parlement, de Staten-Generaal, gaat vervolgens samen met de regering aan inhoudelijke normstelling doen via formele wetten. Zo kunnen burgers op een indirecte wijze zeggenschap, medezeggenschap verkrijgen ten aanzien van de inhoudelijke normen die hun concrete rechtspositie mee zullen bepalen. En het bestuur
gaat vervolgens in de bestuurlijke functie deze algemene regels toepassen en uitvoeren in concrete gevallen. En de uitoefening van deze bestuurlijke functie, die wordt gecontroleerd mede door het democratisch verkozen parlement en aldus op een onrechtstreekse wijze democratisch gelegitimeerd. Naast politieke verantwoording en onrechtstreekse democratische controle kan uiteindelijk ook rechtsbescherming worden ingeroepen voor die onafhankelijke rechter. En ook rechterlijke uitspraken hebben een belangrijke impact op de individuele rechtspositie van de burger. En zo is de cirkel rond. En in deze cirkel speelt ook het legaliteitsbeginsel een heel belangrijke rol in het staatsrecht. Want het schrijft voor dat het overheidsoptreden gebaseerd moet zijn op een formeel wettelijke grondslag en moet worden uitgeoefend binnen de grenzen van het recht. De betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de vaststelling van deze wettelijke grondslag en deze normering is er om te garanderen dat de belangen van alle Nederlanders naar evenredigheid worden meegewogen. Gelet op de democratische legitimatie van het parlement is er in de constitutionele levenscirkel dan ook vanaf de jaren 80 specifiek sprake van het primaat van de wetgever. Het is de bedoeling, volgens het primaat van de wetgever, dat de formele wetgever zelf de belangrijkste inhoudelijke keuzes maakt. Niet de uitvoerende macht, niet de rechterlijke macht. Deze twee machten moeten de legitimiteit van hun optreden halen via andere wegen dan het verkiezingsproces. Een belangrijke evolutie die de legitimering van de werking van deze levenscirkel in toenemende mate onder druk heeft gezet en daarom ook een voedingsbodem is geworden voor een soms falende overheid en een gedaald vertrouwen van de burger in de overheid, is de opkomst van de zogenaamde administrative of regulatory state. Door de uitbouw van de sociale verzorgingsstaat is er de voorbije decennia als een antwoord op de complexiteit een administrative state ontstaan. Een veelkoppig bestuur met zeer uitgebreide bevoegdheden dat ook zelf vele regels maakt en vele individuele besluiten neemt, wat onder meer heeft geleid tot wat we noemen besluitenfabrieken. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Wel, de formele wetgever heeft op basis van kaderwetten en delegatie veelvuldig regelgevende bevoegdheden overgedragen aan het bestuur en heeft via open normstelling, open vage normen, heel veel beleidsruimte gegeven aan het bestuur om uiteindelijk de rechtspositie van de burger te bepalen. Een vaak aangehaalde en terechte reden daar is het gebrek aan expertise binnen de volksvertegenwoordiging op de talrijke beleidsdomeinen waarin zij formeel regelgevend optreedt. Het primaat van de wetgever is dan ook sterk onder druk komen te staan. En niet alleen in Nederland. In de praktijk lijkt het primaat van die wetgever eigenlijk nagenoeg achterhaald te zijn. In 2019 stelde de Raad van State vast dat de wezenlijke functiescheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht verdwijnt. De trias politica verhoort stilaan tot een duas politica. Waarbij, volgens Brenninkmeijer, regering en regeringsmeerderheid in het parlement soms in een symbiotische relatie opereren. Mijn promovendus Koen Haaks gaat gelukkig in het kader van dit en deze evolutie de komende jaren onderzoek verrichten naar de totstandkoming, de rol en de binding van regeerakkoorden. Een heel belangrijk document in die relatie tussen regering en volksvertegenwoordiging. Met betrekking tot die trias politica schreef Bruce Ackerman in een bijdrage getiteld Goodbye Montesquieu het volgende. Almost three centuries later, it is past time to rethink Montesquieu's Holy Trinity. It is blinding us to the worldwide rise of new institutional forms that cannot be neatly categorized as legislative, judicial or executive. A new separation of powers is emerging. De veelgebruikte term, de terugtred van de wetgever in Nederland, is volgens mij niet de meest gelukkige term. Aangezien de wetgever niet minder optreedt dan vroeger, maar vooral anders opereert, meer kaderstellend dan inhoudelijk normerend. Het is wel duidelijk dat de terugtred van het ene ambt, het parlement,
Druk zet op een andere, in dit geval de rechter, om het onevenwicht te compenseren. In de administrative state speelt de rechter dan ook een cruciale, maar tegelijkertijd kwetsbare rol ten aanzien van de politieke instituties en het bestuur. Des te meer in een tijdperk waar de normerende en de controlerende taak van het parlement onder druk staan, ook volgens haar eigen conclusies. Voldoende grip van het parlement op het talrijke optreden van dat veelkoppige bestuur is in toenemende mate een utopie geworden. Pogingen tot herijking van het primaat van de wetgever zijn allerminst evident gebleken. Goodbye, Montesquieu. Het staatsrecht focust traditioneel op de legaliteit van overheidsoptreden en beperkt zich in zaken legitimiteit vooral tot input-legitimiteit, die bij het vaststellen van formele wetten voornamelijk voortkomt uit de betrokkenheid van het democratisch verkozen parlement. Naast input-legitimiteit is er in de bestuurskunde veel meer aandacht voor andere vormen van legitimiteit. Ook het proces is van belang, throughput-legitimiteit. En ook het resultaat, output-legitimiteit. Ter compensatie van de opkomst van de administrative state dient de legitimiteit van regelgevend optreden in toenemende mate ook door het bestuur, bestuurswetgeving, volgens mij gezocht te worden in het versterken van de input-legitimiteit, maar zeker ook door meer aandacht voor de throughput- en output-legitimiteit. Dit is een terrein waar ook het staatsrecht de handschoen moet opnemen. Zo kan het staatsrecht terugkeren of in elk geval opnieuw een meer betekenisvolle rol spelen in die administrative state. We zijn al aanbeland aan de tweede evolutie. We beseffen in de academische gemeenschap in toenemende mate dat de analyse van complexe maatschappelijke uitdagingen en al zeker de oplossingen die we mee moeten aandragen, niet vanuit één discipline kunnen komen. Daarom zal ik de vorige, vanuit het staatsrecht beschreven evolutie, proberen verrijken met enkele fundamentele bestuurskundige inzichten over de organisatie en de werking van het openbaar bestuur en de relatie tussen het bestuur en het recht, het staatsrecht. De voorbije decennia zijn verschillende paradigma's ontstaan in zaken overheidsorganisatie, waarbij die paradigma's naast elkaar bestaan en met elkaar concurreren. De paradigma's verdwijnen niet, er komen alleen meer bij die zich tot elkaar moeten verhouden en waar je keuzes kan en moet maken als overheid. Het gaat dan om public administration, new public management, public value management en public governance. En ik ga de vier samen met jullie doorlopen. Tot de jaren 80 van de vorige eeuw was public administration het dominante paradigma. Zoals we daarnet al zagen in de constitutionele levenscirkel, is de taak van het openbaar bestuur traditioneel gelegen in het toepassen en uitvoeren van de wetten die tot stand zijn gekomen met medewerking van het democratisch verkozen parlement. Het legaliteitsbeginsel staat dan ook centraal in het public administration paradigma. Het publiekrecht vormt de grondslag voor bestuurlijk optreden en normeert publieke gezagsuitoefening. Legaliteit, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid staan centraal. Maar met de exponentiële groei van de overheid is het openbaar bestuur in dit paradigma geëvolueerd tot een bureaucratie. Max Weber zag bureaucratie op het eind van de 19e eeuw als een efficiënte organisatievorm, met een duidelijke taakverdeling en hiërarchie, gebaseerd op regels waar elke afdeling vanuit haar expertise verantwoordelijk is voor een stukje van het hele ketenproces. Volgens Weber was het grote voordeel van die bureaucratie de scheiding tussen politiek en ambtenarij. Politieke gezagsdragers moeten de inhoudelijke beslissingen nemen. En ambtenaren passen deze vervolgens toe op een objectieve wijze op concrete situaties. Dit sluit heel mooi aan bij het daarnet beschreven primaat van de wetgever. Er zijn echter in de loop van het bestuur enorm veel regels ontstaan, die ook heel vaak als overbodig worden beschouwd, worden ook wel red tape genoemd.
Daarnaast heeft de toeslagenaffaire een gevaar wat ook Weber al had voorzien bevestigd. Een bureaucratie kan leiden tot een onpersoonlijke behandeling waarbij ambtenaren de wet mechanisch toepassen. Nadelige gevolgen voor de burger kunnen hierbij onevenredig zijn ten opzichte van het doel van die regels. Maar wanneer de controle van de politiek verantwoordelijke actoren op de ambtenarij niet afdoende is, dreigen burgers op grote schaal vermalen te worden in een complex en onpersoonlijk bestuurlijk apparaat. Ten tweede, na de economische crisis begin de jaren 80 hebben we een steile opmars gezien van het New Public Management paradigma. Doelmatigheid, efficiëntie, prestatiegerichtheid, kenmerkend voor de private sector, worden ook binnen de overheid de sturingsfilosofie. De overheid hanteert hierbij een instrumentele benadering van het recht als instrument van public management. Hierbij worden ook in toenemende mate privaatrechtelijke oplossingen verkend. Naast verzelfstandiging, uitbesteding, afstoting en privatisering van publieke kerntaken. Zoals we al zagen in het citaat van Herman Cenk Willink aan het begin van de rede, brengt New Public Management risico's met zich mee. Denk aan managerialisme, een doorgeschoten afhankelijkheid van de organisatie van die professionele managers met organisatiestrategieën, maar ook het verlies van directe invloed en effectieve controle van democratisch gelegitimeerde actoren wanneer de overheid zelf niet langer publieke kerntaken opneemt. De overheid wordt in toenemende mate afhankelijk van de private markt en haar kerntaak verwoordt stilaan tot financieel beheer zonder duidelijke inhoudelijke sturing. Recent viel er echter heel goed nieuws te lezen. Want in de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van BZK een paar weken geleden staat het volgende te lezen. Hoewel efficiëntie en doelmatigheid van de overheid nastrevenswaardig blijven, is het van belang om niet langer uit te gaan van New Public Management, gericht op verkokerde sturing en de prestaties van de eigen organisatie, maar te werken vanuit het toevoegen van publieke waarde, public value. Een nieuw paradigma lijkt hier door de Nederlandse overheid enkele weken geleden op papier naar voren gebracht te zijn. The proof of the pudding is in the eating, natuurlijk. De aandacht voor publieke waarden als principe van overheidsorganisatie, ten derde, ontstond vooral midden de jaren 90 met een boek van Mark Moore, waarbij hij stelde dat in overheidsorganisaties een cultuur moet worden gecreëerd, waarbij publieke waarden worden nagestreefd die bijdragen aan de maatschappij of aan het publieke goed. Een nieuw paradigma van openbaar bestuur zag hiermee het levenslicht. Public value management. En we gaan het omarmen. Tot slot, ten vierde, kwam de voorbije decennia, en je kan dat zien als een aanvulling op New Public Management, nog een ander paradigma op. Namelijk public governance, door sommigen ook New Public Governance genoemd. Om de complexe bestuurlijke en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden, zijn in toenemende mate complexe publiek-private netwerken ontstaan. En in een context van network governance wordt op basis van samenwerking en co-creatie gewerkt aan die oplossingen voor die complexe uitdagingen. Het recht, in de brede zin van het woord, ook instrumenten zoals arbitrage, zelfregulering, certificering, vormt de context voor dit netwerkbestuur, maar is tegelijkertijd ook het resultaat van deze vernetwerkte modus operandi. Nadelen van dit paradigma zijn ondoorzichtigheid, onduidelijke verantwoordelijkheden van publieke en private actoren, een diffuus stelsel van andersoortige regels, publieke ontevredenheid als die uitdagingen niet goed worden opgepakt en een gebrekkige rechtsbescherming. Een belangrijke inspiratiebron voor mij om over de toekomstige rol van het staatsrecht na te denken in deze complexe netwerksamenleving was het artikel Bringing the Law Back In. The Law-Government Nexus in an Era of Network Governance van Stavros Zouridis en Vera Leijtens. Zij stellen enkele strategieën voor
om recht en openbaar bestuur weer met elkaar te verbinden. Zij beogen de voordelen van alle bestaande paradigma's te benutten zonder te vervallen in de gekende oude pathologieën. Het gaat dan om een constitutionalisering van het public governance paradigma. Door governance-netwerken van publieke en private actoren onder de invloed te brengen van staatsrechtelijke beginselen en rechtsstatelijke waarden. Maar hoe doe je dat dan? Wel, door checks en balances te borgen in deze netwerken en buiten deze netwerken. Door publiekrechtelijke bevoegdheden te koppelen aan publieke verantwoordingsmechanismen. Door rechtsstatelijke waarden te borgen bij het optreden in deze netwerken. En door een rechtsstatelijk ethos van alle betrokken publieke en private actoren. Dit cruciale streven naar een constitutionalisering van het public governance paradigma valt in deze reden onder wat ik noem de terugkeer van het staatsrecht. Er ligt op dat vlak nog heel wat werk op de plank. En ondertussen zijn we al beland aan de derde en laatste evolutie. Digitalisering en de black box. Iets wat mij al enige tijd bezighoudt. In toenemende mate zet niet alleen de private markt, maar zet ook de overheid, het bestuur, informatie, technologie, IT in bij haar besluitvormingsprocessen en haar kerntaken. Dit leidt meer en meer tot een geautomatiseerde besluitvorming zonder noemenswaardige menselijke tussenkomst. Hierbij wordt gebruik gemaakt van algoritmen, geautomatiseerde feitenvaststelling, denk aan snelheidsovertredingen, hopelijk niet gebeurd vandaag, grootschalige dataverzameling en data-analyses. In 2018 stelt de Raad van State, met verwijzing naar enkele zeer relevante publicaties van huidig Nationaal Ombudsman Reinier van Zutphen, al hier aanwezig, hoe burgers op grote schaal in de knel zijn gekomen. Maar de Raad van State zegt daarbij ook het volgende. Daarbij is er te weinig aandacht dat digitalisering het functioneren van de overheid zelf aan het veranderen is. Daarbij zijn de rechtsstatelijke positie van de burger en zijn rechtsbescherming in het geding. In de mate dat algoritmische IT-systemen menselijke beoordelingen niet louter meer ondersteunen, maar grotendeels of zelfs volledig vervangen, kan dit leiden tot een rigide, geïndividualiseerde, lang woord, besluitvorming. Waarbij zinvolle menselijke beoordeling lost in automation raakt, zoals Ernst het ook al heeft vermeld. In combinatie met automation bias, namelijk de neiging van mensen, menselijke besluitvormers, om algoritmische computeroutput te volgen ondanks afwijkende informatie uit de echte wereld, en discriminatoire bias, die sluipt in het gebruik van grootschalige datasets, dreigt een rechtmatige en bovenal ook behoorlijke bejegening van de burger ernstig onder druk te komen staan. De aandacht voor de impact van digitalisering voor de democratische rechtsstaat is de afgelopen decennium, zeker de voorbije jaren, enorm toegenomen. Niet toevallig gelijklopend met de enorm toegenomen rekenkracht van computers en de mogelijkheden van IT. Maar al 38 jaar geleden, in 1985, vond er een symposium plaats in Tilburg naar de impact van informatisering in het openbaar bestuur. Het mondde uit in een bundel met de prachtige titel Trias Automatica. Ernst Hirschballin wees er toen al op dat de eisen van doorzichtigheid en controleerbaarheid onder druk komen te staan wanneer geprogrammeerde beslisregels, wetgeving en beleid gaan vertalen in een voor juristen ongebruikelijke en moeilijk te begrijpen vorm. Jan van Kreeveld reageerde in de bundel dat de burger, de rechter en het parlement de totstandkomingswijze en de inhoud van een computerbeschikking moeten kunnen controleren. Het moet volgens hem kenbaar zijn welke feiten een bestuursorgaan heeft gebruikt, hoe deze feiten worden afgewogen en beoordeeld en op basis van welke criteria een besluit is genomen. 1985.
1985. Smartphones bestonden zeker nog niet. Maar het deed mij wel erg denken aan het toetsingskader dat de Raad van State in 2017 heeft geïntroduceerd in de Arius-uitspraak om de informatie-asymmetrie te doorbreken tussen burger en overheid, om zo equality of arms ook voor de rechter te borgen. Een blik op het verleden kan al heel veel leren over hoe we er vandaag in staan en waar we in de toekomst naartoe zouden kunnen gaan. De automatisering van overheidsbesluitvorming, de complexiteit en de mogelijkheden van IT, de hyperconnectiviteit van mensen, processen en data, zal naar verwachting alleen maar blijven toenemen. De administrative state, herinner u het veelkoppige bestuur, is dan ook een digitale of algoritmische administrative state geworden. Hierbij moeten de constitutionele machtsverhoudingen tussen de drie machten, Montesquieu, opnieuw doordacht worden, aldus Corien Prins. En is, aldus Reijer Paschier, een disbalans ontstaan door een gebrekkige informatiepositie en controle door het parlement en de rechter op de snelle digitalisering van het bestuur. Sinds het preadvies dat ik in 2020 met Ernst en Eva van Vught heb mogen schrijven, ben ik wekelijks blijven doordenken en verkennen hoe geautomatiseerde bestuursrechtelijke besluitvorming de fundamentele constitutionele uitgangspunten van de democratische rechtsstaat onder druk zet. En in welke mate deze beginselen van de democratische rechtsstaat zelf aan het transformeren zijn. Het onderscheid, het staatsrechtelijk kenmerkende onderscheid tussen algemene regels met in principe betrokkenheid van het democratisch verkozen parlement en het nemen van besluiten, het toepassen van die regels op concrete individuele situaties, staat onder grote druk. En dat betekent wat voor het staatsrecht. En het onderscheid tussen die algemene regels en die concrete individuele toepassing staat onder nog grotere druk door complexe, zelflerende algoritmen, AI-systemen, die zichzelf steeds verfijnder en steeds gedetailleerder kunnen doorontwikkelen. Casey en Niblett spreken in dit verband van micro-directives. En in het meest verregaande geval zelfs van the death of rules and standards. Hierbij dreigt het morele aspect in publieke besluitvorming verloren te gaan. De betrokkenheid van het parlement bij de totstandkoming van die regels, wat ook de basis is voor de indirecte zeggenschap van de burger op de regels die hun rechtspositie bepalen, staat onder immense druk. En die algoritmische beslisregels, waar worden die gemaakt? Wel, in plaatsen ver weg van de ons bekende democratische arena's. Namelijk in innovatietrajecten, GovTech-projecten. En in private IT-bedrijven door software-developers, die ook maar hun uiterste best doen om de techniek te laten werken en waarden te borgen. Moeilijke uitdaging. En wanneer deze evoluties ook nog eens resulteren in een algoritmische, onuitlegbare black box, dan moet het tij keren. Dan is het cruciaal om op voorhand, by design, om het met een hippe term te benoemen, vorm te geven bij de ontwikkeling van technologie aan transparantie, uitlegbaarheid en accountability. Om zo de onrechtmatige inzet van algoritmen te voorkomen en om bestuurlijke, democratische en rechterlijke controle door mensen, human AI, op human intelligence, HI, opnieuw mogelijk te maken. Nieuw begrip, HI. Human intelligence als een tegengewicht tegen artificial intelligence. Ik denk dat dit nog een sterke boodschap zou kunnen zijn voor de komende jaren. Kortom, heel belangrijke uitdagingen om aan te pakken voor een zich ontwikkelend nieuwe gedaante van het staatsrecht in de vorm van constitutional law and tech. Naast de opkomst van de daarnet beschreven vier paradigma's van openbaar bestuur zijn we volgens mij aanbeland in een vijfde en in toenemende mate dominerend paradigma, het digital public governance paradigma. Het gaat om een paradigma dat door anderen al digital era governance of new public analytics is genoemd. En het betekent dat de publiek-private netwerken
die complexe bestuurlijke kwesties oppakken en toenemend ook informatietechnologie inzetten. En de inzet van de digitale black box versterkt volgens mij de pathologieën, de nadelen van het public governance paradigma. Er is een nog groter gebrek aan transparantie, een nog complexer geheel van regels, waar nu ook algoritmische beslisregels een deel van uitmaken. Misschien de vertaling van een wet in formele zin, algemeen verbindend voorzitter of beleidsregel, maar misschien andersoortig. Het verschilt van geval tot geval. Krijg er dan maar een schrip op. Verantwoordelijkheden zijn vaak niet afdoende of zelfs helemaal niet geregeld wanneer het misgaat bij de inzet van IT. Computer says no. Tot slot wordt de effectieve, maar ook de zinvolle rechterlijke controle op gedigitaliseerd overheidsoptreden een nog grotere, maar wel heel belangrijke uitdaging. Kortom, meer dan voldoende voedingsbodem voor wantrouwen van de burger in de overheid en in de overheid die digitale technologie inzet ter ondersteuning en vervanging van menselijke besluitvorming. Dat zet de legitimiteit van bestuurlijk optreden onder druk. Hier wordt dan ook volop empirisch onderzoek naar gevoerd in het interdisciplinaire Chain-project en het proefschrift van Charlotte van Orsau. Hoe gaat het er eigenlijk aan toe in de concrete praktijk? Ik hoop dat ik ondertussen afdoende aannemelijk heb gemaakt dat er in de vernetwerkte, algoritmische administrative state nood is aan de terugkeer van staatsrechtelijke beginselen en rechtsstatelijke waarden. Zoals transparantie en rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en menselijke waardigheid, publieke verantwoording en effectieve rechtsbescherming. Het recht dient opnieuw nadrukkelijker vooraf, by design, te dienen als de grondslag voor optreden en de normering van optreden, ook in complexe netwerken en ook bij digitale besluitvorming. Dit kan gunstig zijn voor het vertrouwen van de burger in publieke gezagsuitoefening. Dit jaar is er, omwille van deze uitdaging, dan ook een staatscommissie rechtsstaat ingesteld. De voorzitter is al hier aanwezig. Die de regering vanuit het perspectief van de burger zal adviseren over voorstellen ter bevordering van de rule of law en de rechtsstatelijke cultuur. De onderlinge verhouding tussen de machten en het functioneren van de staatsmachten, evenals de rechtsbescherming van de burger. Een belangrijke en grote opdracht. Volgens mij moet ook de formele wetgever daarbij de handschoen opnemen door werk te maken van de verankering en de operationalisering, de uitwerking van fundamentele staatsrechtelijke uitgangspunten. En hoe doe je dat wel? In concrete, kenbare en afdwingbare rechten voor de burger. En concrete, kenbare en afdwingbare plichten voor de overheid en voor de private actoren die publiek gezag uitoefenen of publieke kerntaken oppakken. Deze actoren moeten daarbij niet enkel rechtmatig volgens het recht opereren, maar moeten dat ook doen vanuit een wederzijdse vertrouwensrelatie met de burger. Daarvoor moeten zij responsief zijn voor de noden en het doenvermogen van burgers. En we vinden dit allemaal, denk ik, hoop ik. Maar het mag niet vrijblijvend zijn. De afdeling advisering van de Raad van State adviseerde reeds enkele jaren geleden om een nieuw algemeen beginsel van behoorlijk bestuur nader te ontwikkelen en te operationaliseren. Spannend. Het recht op toegang tot en zinvol contact met de overheid. Wel, ik pleit voor de opname en de concrete uitwerking van dit algemeen beginsel van behoorlijk bestuur in de Algemene Wet Bestuursrecht. En liefst ook als grondrecht in hoofdstuk 1 van de Grondwet. Dit voorstel kan gezien worden als een aanvulling op de recente oproep van Pim Huisman en Niels Jak om ter versterking van de rechtsstaat de grondslagen en de dragende rechtsbeginselen van het bestuursrecht te constitutionaliseren door deze steviger in de grondwet op te nemen. Niet vrijblijvend. De opkomst van de vernetwerkte algoritmische administrative state was een logisch antwoord op toenemende complexiteit. En hoewel van het parlement
Een cruciale rol moet blijven verwacht worden als inhoudelijke normsteller en als controleur van het openbaar bestuur, zal er echter meer nodig zijn dan input-legitimiteit via verkiezingen. Om afdoende legitimiteit te creëren voor publieke gezagsuitoefening in deze nieuwe, complexe wereld. Er zal dus ook niet alleen vanuit de bestuurskunde, maar ook vanuit het staatsrecht meer aandacht moeten worden besteed aan het versterken van input, throughput en output legitimiteit. Gedurende het proces throughput is het onder meer cruciaal om zinvolle interactie en participatie te voorzien. De informatiehuishouding en informatiedoorstroming opnieuw beter op orde te krijgen. Rechtsstatelijke waarden en de overeenstemming met wet en regelgeving, legal compliance, vooraf by design te borgen bij de ontwikkeling van die technologie. Maar ook bindende kwaliteitsnormen vast te stellen voor bestuurswetgeving. Bijvoorbeeld in een hoofdstuk in de Algemene Wet Bestuursrecht, zoals Jurgen de Poorter, de heer Evers en Rob van Gessel al hebben voorgesteld. Met daaraan gekoppeld de rechterlijke bevoegdheid om bestuurswetgeving te toetsen aan deze kwaliteitsnormen. Anders wordt het een papieren tijger. En het constitutionaliseren van de public governance netwerken, zodat publiekrechtelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden opnieuw goed geregeld zijn. Ook wanneer publieke gezagsuitoefening en publieke kerntaken worden overgelaten aan private actoren. In zaken output-legitimiteit, daar voelen we ons nog minder comfortabel vanuit het recht, moet het resultaat van publieke gezagsuitoefening doelmatig zijn, maar ook voorspelbaar, rechtvaardig, evenredig en dient het contact van het bestuur, de overheid met de burger, gebaseerd te zijn op vertrouwen. En moet er plaats en ruimte en tijd zijn om empathisch naar elkaar te luisteren en met elkaar te communiceren. In dit opzicht bespreekt Kees van den Bos in een recent verschenen boek hoe waargenomen procedural justice, procedurele rechtvaardigheid, door een oprecht eerlijke behandeling in interacties met burgers kan bijdragen aan het voorkomen van onterecht wantrouwen. Een oprecht eerlijke behandeling. Ik juich dan ook de recent toegenomen aandacht toe voor publieke waarden, public value paradigma, rechtsstatelijke cultuur, beginselen van behoorlijk bestuur, gedragsnormen van de overheid in haar contact met de burger, zoals ook Bert Marseille een heel mooi handvest heeft gepresenteerd enkele maanden geleden. Maar laat ons ook echt aan de slag gaan met de belangrijke lessen uit het WRR-rapport. Weten is nog geen doen, een realistisch perspectief op redzaamheid. En laten we vooral ook de rol van ambtenaren niet onderschatten. De toeslagenaffaire leert ons dat het adagium dura lex sed lex, de wet is hard, maar het is nu eenmaal de wet, niet onverkort kan gelden wanneer de strikte toepassing van de wet onevenredig uitvalt in een concreet geval voor de burger. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur kunnen op dit vlak een effectief middel zijn, ook voor ambtenaren in de uitvoering van wetgeving om responsief te zijn, maatwerk mogelijk te maken en tegengewicht te bieden bij onevenredige gevolgen. Ik citeer in dit opzicht graag uit het rapport Ongekend Onrecht naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De commissie is met name geraakt door het tot in 2019 wegredeneren van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Die zouden moeten dienen als een stootkussen en een beschermend deken voor mensen in nood. Het is dus niet alleen tijd voor een terugkeer van het staatsrecht, maar ook een gedaanteverandering van het staatsrecht naar een responsief, relationeel en legitimerend staatsrecht in complexe tijden. Aangezien de overheid te vaak, nog altijd, blijft uitgaan van wantrouwen in de burger, is deel van die gedaanteverandering, die mede moet plaatsvinden via de overheid, werk maken van een relationele overheid, die uitgaat van een wederzijdse vertrouwensrelatie tussen overheid en burger. Wat een noodzakelijke voedingsbodem is voor de legitimerende functie van het staatsrecht en aldus voor het vertrouwen van de burger
in het overheidsoptreden. Ernst schrijft hierover in zijn boek Waakzaam Burgerschap enorm treffend het volgende. Als overheidshandelen het vertrouwen van burgers heeft geschonden, moet rechtsherstel effectief bereikbaar zijn. Maar een vertrouwensbasis voor publiek gezag begint al daarvoor. De overheid moet haar relaties met burgers zo inrichten dat vertrouwen in het gedrag van burgers het uitgangspunt vormt. Ik sluit straks nog heel graag af met een inhoudelijke boodschap van hoop, maar eerst is het eindelijk tijd om mijn dank en erkentelijkheid uit te spreken. Dank aan de Universiteit Utrecht voor het in mij gestelde vertrouwen als leerstoelhouder staatsrecht. Dank ook aan Sandra Mesman, die hier live visueel verslag aan het uitbrengen is. Dank ook aan allen die mij op mijn academisch pad elk op hun eigen unieke wijze hebben begeleid, gevormd en verrijkt. Ik heb echt te weinig tijd om iedereen te bedanken, maar horen daar zeker ook bij mijn promotores Johan van Lanotte en Yves Haak in Gent, Roel de Lange en Stefan Philipsen in Rotterdam, die me hebben verwelkomd in de Nederlandse academische gemeenschap, in Tilburg, mijn vorige functie, Jurgen de Poorter, Esther Keimolen, Ernst, Johan Wolswinkel, Nicola Jegers, Gerhard van der Schrijf, Gert-Jan Leenknecht, ik moet echt stoppen, het zijn er veel te veel. In Utrecht en in Tilburg, Eva van Vught. En mijn nieuwe collega's in Utrecht. Wat een prikkelende omgeving. Wat een warm bad met fijne contacten en samenwerking heb ik hier al mogen ervaren. Heel veel dank daarvoor. Dat maakt me echt gelukkig. Het is een enorm genoegen om de afdeling SBR, staatsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht, rechtstheorie, samen met alle collega's en als voorzitter ook steunende op Rob en Marleen, als mijn voorgangers, in nauwe samenwerking met Marcella, Titia en het secretariaat, om ervoor te zorgen dat er een stimulerende, aangename en veilige werkomgeving wordt gecreëerd. Ik voel mij er in elk geval heel thuis en dat komt door jullie. Dank daarvoor. Maar staatsrecht in Utrecht, constituut met twee U's van Universiteit Utrecht. Er is wel wat werk aan de winkel voor ons vakgebied. En wat kijk ik er enorm naar uit om dat samen met jullie op te pakken en natuurlijk ook met heel veel andere mensen te landen en uit andere vakgebieden. De multidimensionale aanpak van Utrecht blijkt mij op een of andere manier blijkbaar op het lijf geschreven te zijn. Het is in elk geval prettig om samen te werken. En last but not least, Janneke Gerards. Het is een genoegen en een eer om wekelijks met jou te mogen sparren en samenwerken. Dat is voor mij echt een heel belangrijk deel van mijn geluk hier. Dank je wel daarvoor. Mama, papa via de livestream, want je bent ziek. Nathalie, mijn zus, Kevin, mijn broke. Ja, ik dacht, ga ik het vermelden of niet? Ik doe het toch. Zo noemen we elkaar al heel lang sinds we jong zijn. Familie en vrienden, het doet me wat dat ik hier mag staan en jullie hier zijn. Ik heb de appjes gekregen op de trein, in de auto's, pitstops, waar plaspauzes moesten gedaan worden en dergelijke. Ondanks het spannende symposium hield dat me toch ook wel erg bezig vandaag. Maar jullie zijn er en dat doet mij enorm genoegen. Maar ik had hier nooit kunnen staan als een mens, de papa en de man die ik ben geworden zonder jou, Laura. Mijn liefste schat. Panta rij. Alles stroomt. Alles is constant in verandering. En jij bent degene die mijn hart constant doet stromen en ook nog eens mijn rots in de branding. Jij bent ook degene die me heeft geleerd om mijn emoties te uiten. En daar ben ik jou heel dankbaar voor. Seb, mijn zoontje van 2 jaar en 3 maanden, die hier ergens hopelijk op enigszins rustige wijze in het academiegebouw ronddwaalt. Voor jou wil ik een waterval zijn. En dat bedoel ik niet een spraakwaterval, dat wordt immers moeilijk te vermijden, maar bedoel ik een altijd stromende bron van onvoorwaardelijke liefde. Wat is het soms pittig, qua slaap bijvoorbeeld, maar vooral onbeschrijfelijk fantastisch om jouw papa te mogen zijn. Dank aan jullie allen. Maar ik wou niet afsluiten met een dankwoord. Want opdat Seb,
mijn zoontje, er binnen een paar jaar ook nog wat aan zal hebben, ga ik afsluiten met een boodschap van hoop, gebaseerd op twee jeugdboeken. Ik hoop dat de overheid zich kan ontpoppen, ontwikkelen tot een GVR, een grote, vriendelijke reus. Die soms een beetje eigenaardig is en vreemd praat, gelukkig helpt Sophie hem daarbij, maar die wel altijd aardig is, altijd beschermend is, ook tegen de andere boze reuzen, techreuzen en dergelijke. Een reus die we graag ons vertrouwen schenken. En voor de nieuwe generatie 17-jarigen, die misschien volgend jaar de studie rechtsgeleerdheid zullen aanvatten hier in Utrecht of elders ten lande, en voor mijn huidige studenten hier aanwezig, wat leuk, voor jullie heb ik een stiekeme hoop. Ik hoop dat jullie allen een beetje koning van Katoren zullen worden. 17 jaar na de dood van de 80-jarige koning, op de dag dat Stag werd geboren, zijn 6 zure ministers die de macht hebben gegrepen, 17 jaar later nog altijd aan de macht, beschrijft Jan Terlouw. Dus Stag vraagt aan die ministers op zijn 17e, wat moet ik doen om koning te worden? De ministers zijn verbaasd en woedend. Jij, koning worden? Maar goed, uiteindelijk zeggen ze, we gaan je 7 quasi onmogelijke opdrachten geven. De draak van Smoke, denk aan de huidige milieuproblematiek. De granaatappelboom van Wapenveld, deed me wel erg denken aan de oorlogen die momenteel nog steeds woeden op deze aarde. En gedreven door een jeugdig enthousiasme, slaagt Stag er wel in, zeker? Hij slaagt erin om deze 7 onmogelijke opdrachten te vervullen. En wijs als hij is, stelt hij ook een minister van democratie aan. En hij doet nog iets. De vorige ministers worden niet uit hun functie ontheven. Nee. Ze mogen in het dienst van het Rijk blijven en krijgen elk één van de nog niet opgeloste uitdagingen uit de lade in de schuif. Hoewel het staatsrecht overduidelijk constitueert, attribueert en reguleert, mogen we ook zijn legitimerende functie niet uit het oog verliezen. Het staatsrecht heeft daarbij als taak om in een goed functionerende democratie de voorwaarden te scheppen opdat burgers actief en met gelijke kansen kunnen deelnemen aan het democratische besluitvormingsproces, wat zich niet langer laat beperken tot verkiezingen om de 4 jaar. En daarnaast heeft het staatsrecht zelf ook een taak om het vertrouwen van burgers in het overheidsoptreden mogelijk te maken, te faciliteren. En dat vertrouwen kan niet langer gezien worden als een eenzijdig gegeven van de burger die de overheid hopelijk vertrouwt, maar een wederkerige vertrouwensrelatie. Mogen het volgende hoofdstuk van het grote staatsrechtelijke verhalenboek het verhaal vertellen van de overheid en de burger, van Stag en de grote vriendelijke reus, die samen op pad gaan, er een mooie toekomst van maken met wederzijds vertrouwen. Ik heb gezegd.